Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft $16 miljoen ter beschikking om Surinaamse bedrijven te stimuleren en hun concurrentievermogen te upgraden. Het gaat hierbij om het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project. Dat wordt gefinancierd door de Wereldbank. Minister Saskia Walden heeft dinsdag een bespreking gehad met een delegatie van de Wereldbank, waarbij de continuïteit van dit project is besproken. De bewindsvrouw zegt dat dit project, welke in 2019 is geïnitieerd, dienstverlening en ondernemerschap in Suriname moet vergroten. Het zijn vooral de uitdagingen waar ondernemers mee te kampen hebben als gevolg van de COVID-pandemie. Vele bedrijven hebben niet de omzetten kunnen realiseren of hun kapitaal kunnen verruimen vanwege de uitdagingen die er waren, de lockdowns die er waren, de verhoogde productiekosten. En daar wenst de Wereldbank ook met ons naar te kijken. Vanuit het ministerie hebben wij behoefte aan een betere dienstverlening door betere automatisering als wel van onze diensten. De COVID-situaties en de besmettingen op de werkvloer dwingen ons om alternatieve manieren te hebben om onverstoord onze diensten te kunnen verlenen. We weten niet hoe lang COVID door blijft gaan en hopelijk komen er geen nieuwe varianten. Maar de economie moet open blijven, de diensten moeten vlot kunnen verlopen. Minister Walden wil ook dat met dit project het investeringsklimaat in ons land wordt verbeterd. Echter is de capaciteit voor ondernemerschap nu een uitdaging en zal er in de komende periode hieraan worden gewerkt. Want de Wereldbank wil meer projecten financieren. Tegelijkertijd moet er capaciteit zijn om de projecten te kunnen uitvoeren. We hebben ook daarover gesproken. De Wereldbank heeft vaak vereisten waar maar een klein deel van onze samenleving aan kan voldoen. Bijvoorbeeld als er een project wordt gesteld met een bepaald bedrag, dan willen zij bijvoorbeeld dat een bedrijf of een deskundige die al zulke grote projecten heeft kunnen managen, daarmee belast wordt. En niet altijd is het makkelijk om iemand in Suriname te vinden die bijvoorbeeld een project van 10 miljoen of 100 miljoen of meer al heeft kunnen managen. Dus daar hebben we ook over gesproken. Er zijn natuurlijk ook de productieprocessen. Wij willen ook gaan focussen van hoe kunnen ondernemers zo ver klaargestoomd worden dat zij internationaal concurrerend kunnen zijn. Walden geeft aan dat de Wereldbank bereid is te assisteren bij andere projecten die ondernemerschap in Suriname stimuleren. Op korte termijn zullen er trainingen worden aangeboden door Surinaamse bedrijven om ook beter mee te kunnen dingen aan Wereldbankprojecten. Het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project wordt in 2022 voortgezet.